tijd hard. Laatste vakantieweekend in het noorden van het land alweer. Natuurlijk, ja, dan beginnen maandag de scholen. Het is de dag dat André Rieu laat weten pas weer op te gaan treden als de pandemie helemaal voorbij is. Dat denk ik. Gerard Kots. Maar ik wou het woord van de week even... Ja. Acrobatief. Nou ja, zo'n begintuuntje wat je dan helemaal uit je hoofd kent op een of andere manier. Geldt in elk geval wel voor mij. Dan. We gaan eerst eens even kijken wat er in de lijst gebeurt. En vandaag hebben wij 4 nieuwe dingen. Ik heb de rubriek meegemaakt. Nou, ja? Het was het. Non-stop maximum hits. I'm doing just fine now, it's over. Vroeger die zegt namelijk... Heet ze Martin Hoogkamer in de lijst. Hilarisch. Nou, hilarisch it is indeed, maar het is ook gewoon... En nou opnieuw... Laten we horen hoe het origineel dan klinkt. Ja, laten we dat doen. Anders was het. Ja, toeristen zijn anders. En wat is dan het grootste verschil met voor corona? Het grote verschil was. Het was niet. Om door te kunnen. Ja. In eerste instantie zullen ze wel moeten, natuurlijk, als de rechter dat heeft bevolen. Tenzij die. Ja, in de top 40 kan je stijgen, kan je zakken. Er zijn in ieder geval 4 nieuwe binnenkomers, dus er zijn er 4 of 2. En maar liefst 7 platen die zijn blijven staan. Die gewoon vond ik na. Staat wel goed deze. En hij moet zorgen voor de monsterscores bij Feyenoord. Ja, en een belangrijke 3-1 aansluitingstreffer voor Dovo in de 41ste minuut. Nick Hak die bij de tweede paal.